bij een nieuwe aflevering van Xavier Roet. Vandaag staan we precies op de grens tussen Duitsland en Nederland. En dat voor het cross-border dinner georganiseerd door Connect Limburg. Maar daar ging een hele dag aan vooraf. Connie, wat is het idee achter het cross-border diner? Nou, eigenlijk is het allerbelangrijkste dat we laten zien wat voor een fantastische bedrijven we natuurlijk hebben hier in onze mooie regio. En kijkend ook naar de hele goede young professionals die we hebben, dat we daar een mooie connectie maken. Want het is noodzakelijk, young professionals uit de omgevende buurlanden denken toch, we moeten naar Amsterdam of naar Düsseldorf, ja, en niet naar Limburg. Precies. We hebben eigenlijk het probleem dat we misschien wel onvoldoende tegen elkaar vertellen, tegen de omgeving vertellen. En eigenlijk moet je veel actiever zijn om het verhaal over de bühne te brengen. En soms moet je daar dan iets voor organiseren, om de mensen bij elkaar te brengen, om aandacht ervoor te trekken. En we weten allemaal dat we een bijzondere regio zijn, met grensoverschrijdende kansen. En dan is het ook zaak dat je de mensen van beide kanten van de grens dat ook laat ervaren eigenlijk. Meneer Beurskens, dergelijke initiatieven zoals een cross-border dinner met young professionals is belangrijk voor het zakenleven in Limburg? Ja, zeker. Limburg is een zeer internationale regio met heel veel buitenlandse bedrijven. Dat is Eindhoven en Amsterdam. En we hebben echt behoefte aan mensen, want ja, je weet dat de economie enorm aantrekt. En we moeten goed opgeleide mensen hebben. En we hopen natuurlijk dat die mensen hier in het mooie Limburg niet alleen studeren, maar ook blijven wonen. Het is de tweede editie. Vorig jaar hebben we het op het Avantis-terrein gedaan. Dus dat was helemaal in Zuid-Limburg. En toen zijn we ook symbolisch geëindigd op de grens met Duitsland. En nu hebben we hier de symbolische grens. Want ja, we zeggen toch, we zijn die cross-border region. Dus ja, hoe beter kun je dat laten zien als dan ook daar op de grenzen gaan zitten eigenlijk. Ja. We went to 3 companies. It was very nice. They showed us around how they work, what are their future plans, what difficulties do they face and how they overcome them. So I really learned a lot. May I ask where you're from? I'm from India. And why then you choose for Limburg? So I thought Europe is a good idea to live and work. It will have a value addition to my career because I already have an international profile. So I was looking for colleges and I found Maastricht School of Management. I really liked the concept of their study. I'm from Cameroon. From Cameroon. And why then you choose for Limburg to study? Actually, Limburg wasn't my first choice, but I came here because I had no choice. But after last year, I had the opportunity to go abroad, go somewhere, and I didn't want to go. I just felt like home here. Why do you feel like home? What? The people, the international student also, and it's really peaceful. So yeah, I like it. Toen Connie Mone u belde om mee te doen, heb je al lang moeten twijfelen om eraan deel te nemen? Nee, natuurlijk niet. Het is een initiatief in ieder geval waarbij jonge mensen weer uitgenodigd om zeg maar deel te nemen hieraan. Het zijn jonge mensen die vervolgens wellicht ook wel interessant kunnen zien. Wat we tegenwoordig natuurlijk zien is dat veel jonge mensen uit de regio die gewoon elders studeren. De kunst is natuurlijk om die dan alweer te bewegen terug te komen. Omgekeerd zijn we nu steeds meer internationale studenten die deelnemen aan de universiteiten, hogescholen hier in deze regio, Maastricht, Venlo. Dus het is belangrijk dat we er kunnen overtuigen, dus dat hij ook vakmensen nodig zijn. Wat zou ze als bedrijf eraan kunnen doen om het aantrekkelijker te maken, om zo'n studenten hier te houden? Ja, het begint natuurlijk om er te laten zien wat we kunnen. Dat hij inderdaad voor u ook een toekomst is. Ook als ze na het studeren een baan zoeken.